Het is vandaag Nationale Opruimdag. Dus vandaag wordt in heel Nederland extra aandacht geschonken aan dat we de buurt een stukje schoon houden. En ik doe daar mee vanuit Schone Helden Ede. Ja, dus ik ga met de ski dus een rondje. Dan ben ik sneller als dat ik loop. Dus dan kan ik wat meters afleggen. Ja. Ik ben René van Geneigen. We zijn hier bij Stadsvarkens. En Stadsvarkens is lid van Schone Helden. Dus wij ruimen het hele jaar door op en vandaag speciaal. Ik vind het, wel bevredigend als ik opgeruimd heb en het heel erg netjes is. Dus in die zin is het gewoon ook lekker om te doen. Als ik op vakantie over het strand loop, dan gaat er ook veel tijd in zitten met het meenemen van de rotzooi. Ik stoor me er heel erg aan, maar ik geniet er wel van als het opgeruimd is. Het is opschoondag. Ik doe dit niet in mijn eentje. We hebben in de buurtvereniging een groep mensen opgericht, de straatjutters. Nou, wij doen dit dus niet alleen vandaag, wij doen dit iedere maand. En dan halen we toch zo'n 2 vuilniszakken vol uit de wijken. We hebben verleden maand zelfs 2 flessen lachgas gevonden. Matrassen, we vinden van alles. Het is echt soms hopeloos, ja. Ja. Nou, elke dag pakte ik 1 blikje op. Ik had ooit ergens gehoord, zeiden ze van als iedereen dat zou doen, dan is de aarde schoon. Dus dat vond ik wel een mooie om mee te nemen. Mensen die het willen opruimen, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Als ze zelf bezig zijn, dan krijgen we regelmatig complimenten. En dat zie ik ook bij anderen gebeuren. Ik kan het ook aanmoedigen, want het is ook en leuk om te doen. Je krijgt een goed gevoel van. Mensen om je heen krijgen gewoon een duimpje op straat. Het is voor een betere wereld en vooral voor onze toekomst. Ik denk dat eigenlijk iedereen wel wil dat het buiten gewoon schoon is.